Hier in deze immens grote Neckerhalle in Mechelen gaat het gebeuren. De spektakelmusical 1418 over Wereldoorlog 1. Met 1900 mensen in de tribune. Een tribune die rijdt met echte kanonschoten die weerklinken. En topacteurs. Vandaag is open repetitie en wij gaan een kijkje nemen. Dag Jelle. Hallo. Zijn we er klaar voor? Voor wat? Ja, voor de open repetitie. Het is bijna voor echt, maar nog niet. Voor repetitie moet je niet klaar zijn. Nee? Nee, ah, nee, daarvoor is het repetitie. Ah, dan mag van alles voortlopen en zo. Ja, op zich wel. Op zich is het beter dat tijdens repetities dingen fout lopen dan... Ja. Ik zeg het, we zijn volop bezig. We zijn nog 2 weken voor de première. Dus iedereen is nog aan het zoeken en zo. Ja. Dus nee, geen trank. Komt er veel werk aan te passen in de make-up kamer? Het valt goed mee. Haar mooi in de plooi? Ja, ik word iets roder gemaakt. Dat kan je waarschijnlijk niet zien, maar iets roder onder de spots. Oké. Okay. Wat fel en dan zijn we klaar. Goed voor die te wassen. Goed mee. Ja, heerlijk. Achteraf mag ik me wassen. Het wordt een ongelooflijk spektakel, denk ik. Allee, het wordt ook gezegd dat het de spektakelmusical is, maar ongezien laat ik mij vertellen. Klopt dat? Moeilijke vraag, strikvragen. Is dat heel strik? Moet nog een beetje wennen in dit groot geheel. Maar het is mega, toch? Ja. Heeft u ooit een zo'n grote productie gestaan? Nee, maar juist daarom. Ik kom uit een prachtig theaterstuk met 2 mensen. Peters en een dodendraad. Ja. Het was heel intiem voor 120 mensen. Oh. Ze zaten op onze schoot. En nu komt hier een onwaarschijnlijke compositie van vorm en inhoud. Het is dus die verhouding die wij nu de laatste 2 weken moeten zoeken om alles tot zijn recht te laten komen. En voelt u zich dan heel klein in dat mega decor? Ja. Want u bent een groot acteur, maar voelt u zich dan weer zeer... Zeer klein. En beginnend van niks. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb juist gespeeld in de musical Daans. Ja. Dat is 6 jaar geleden. Maar langs de andere kant heb ik weinig ondervinding met musicals. Ah ja. Dus voor mij is dat wel, ja. Gaat u ook zingen? Nee. Vandaar het succes van deze musical straks. Goedendag. Het lijkt op een cameraploeg, denk ik. Geen stress. Stilte voor de storm. Voor de storm? Ja. Het gaat echt 10 minuutjes, 10 minuutjes. Maar het gaat stormen ook. Vanaf het begin al. Echt waar? Ja. Is het heftigste dat je ooit hebt gedaan? Het spectaculairste, denk ik. Op de scène tenminste. Het is voor mij... Ik heb één van de hoofdrollen, maar ik bedoel, Jelle en Bert en Jonas zijn een stuk vaker eigenlijk bezig textueel. Ja. Maar het is wel... Wat dat we mee mogen maken, dat is wel heel spectaculair. Vertel eens wie je bent. Mijn personage heet Depré. En Depré is een West-Vlaming die de dingen zo al regelt. Ah, ja. Dus hebben ze sigaretten nodig of hebben ze drank nodig of een voetbal of dergelijke. Dat is zo'n gast eigenlijk zo. Als hij iets nodig had, ging hij naar Depré. En hij helpt het personage van Jelle op een bepaald moment, op een heel belangrijk moment eigenlijk, om hem dan terug bij zijn geliefde te proberen te brengen. Is een feit. 1914, 1918. Maar ook Studio 100 schrijft een beetje geschiedenis vandaag, denk ik. Goh, laat ons hopen. We proberen hier vandaag toch een beetje de grenzen van wat mogelijk is in een zaal te verleggen. En dat doen we met
vrij spectaculair decor. Hè. Je ziet het hier achter een aantal stukken staan. Enorm grote dingen die op zichzelf kunnen rijden en telkens weer andere decors vormen. En natuurlijk het unieke daar, waar heel veel over gepraat wordt al, een tribune van 1880 mensen die 150 meter naar voren en naar achter kan rijden. En waar de mensen op zitten, waardoor ze toch een beleving gaan hebben dat ze in een gewone theaterzaal nog nooit zullen hebben gehad, denk ik. Waarom was het belangrijk dat de kijkers dichterbij komen, dat de toeschouwers in dat verhaal worden gezogen? Goh, ik denk dat het voor ons vooral belangrijk was dat we de mensen... Kijk, mensen zijn tegenwoordig heel verwend. Als je naar de bioscoop gaat en je kijkt naar een film nu of je kijkt naar een film van 30 jaar geleden, dan is daar een enorme evolutie in geweest. Hè. De techniek is enorm vooruit gegaan. In theater heb ik altijd het gevoel gehad dat een beetje langzamer gaat. Er worden nu nog altijd musicals opgevoerd die 30 jaar geleden in première zijn gegaan en die worden op exact dezelfde manier opgevoerd. En ik denk dat het tijd is dat mensen in een theaterzaal eens iets anders gaan meemaken dan het gewone doekje gaat open, de show begint en na 2 uur is de show gedaan. Ja. Dus ik denk dat mensen echt op zoek zijn naar iets anders, naar een kick als deze. En dit is een van de mogelijkheden die er zijn om de mensen zo een beetje te teasen en toch een plezante avond te bezorgen, ondanks de zware thematiek van de voorstelling. Ik ga eerst beginnen met u te feliciteren. Ja. Ik heb nog maar een heel klein stukje gezien, maar wat ik heb gezien is onwaarschijnlijk. Is dat een primeur? Ik denk dat het een primeur is. Ik denk dat die primeur gemaakt wordt door de optelsom van alle factoren. Het is gigantisch groot. Het is ook het feit dat er zoveel beweging in de voorstelling zit, gekoppeld aan een fenomenale cast, getalenteerde cast en zoveel techniek, waanzinnige techniek. En die optelsom maakt het misschien tot iets unieks. Ja, want hoe ga je 4 jaar oorlog bundelen in 100 minuten theater of musical? Ik zal op een bescheiden manier zeggen dat het onmogelijk is om de werkelijkheid na te bootsen. Wij maken nog altijd suggestie, wij liegen nog altijd. Ah ja. En dat is het. Maar het komt erop aan om die leugen zo respectvol mogelijk te verpakken, te vertellen ook. En op een zo integer mogelijke manier met het gegeven om te gaan. Ja. Zij het dat wij er absoluut voor gekozen hebben om een zeer groot spektakel te maken. Waar de emoties zo uiteenlopend zijn. Ja. Van de grootste vreugde tot de verliefdheid, tot liefde, tot missen. Pijn, alles wat erbij komt. Ja. Jelle, we staan in het decor. Ja. Is dit een afdeling waar je heel vaak gaat vertoeven? Geregeld. Ja? Ja, geregeld. Hier schrijven we de brieven naar huis. Oké. Okay. 2 keer eigenlijk, zelfs. Die doen ook af en toe dienst als het Duitse front en dan wordt die een beetje anders aangekleed. Ja? Right. Zeg, de oorlog, had je daar al iets mee? Dus ze zeggen, ben je altijd geïnteresseerd geweest? Nee. Ben je altijd geïnteresseerd geweest in geschiedenis? Ja. Heb je veel geschiedenisboeken gelezen? Ja. Ik ben altijd een geschiedenisfreak geweest op school. Dat was mijn topvak. Is waar? Ja, vond ik zalig. Misschien niet direct de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, maar toch genoeg om er al veel over te weten. Mm-hmm. En ik denk dat het ook belangrijk is, het is 100 jaar geleden gebeurd. Ik denk dat het goed is dat we dat herdenken door deze musical, maar door nog andere evenementen die er ook zijn. Dat het belangrijk is dat we weten dat onze roots daar liggen. Mm-hmm. Want jullie zijn ook vooraf naar de graven gaan kijken en zo. Welke indruk laat dat na? Groot indruk. Vooral omdat je dan ook eens gaat stilstaan bij de leeftijd van bepaalde jongens. Mm-hmm. Van de bekendste Britse gesneuvelden is een jonge man van 14 jaar. Goh. 14 jaar, dat is echt. Als je daarover begint na te denken, die in zo'n bloeddorstige machine is terechtgekomen. Mm. Dat is echt heel erg. Want wat deed jij op je 14e? Goh. Buiten meisjes verleiden, maar boven. Nee, dat zeker niet. Daar was ik heel slecht in. Nee, maar dan was ik bezig met mijn hobby's en met mijn leven. Hè. Met gewoon zorgeloos. Zorgeloos, vooral. Met zorgeloos leven. Hè. En dat hebben die gasten niet gehad. En nee. Dat is wel opmerkelijk. Ja. Wat zijn ze met ons van plan? Het klopt niet. We gaan eraan, Camille. Nee, het klopt niet, Jan. Gasten, alstublieft. We moeten nu niet panikeren, hè. We zijn niet de enigen die zo'n brief moeten schrijven. Peloton van Damers heeft dat ook al moeten doen en die van de vuist ook. Ja, de dag daarna werd de vuist wel afgeknald. Ja, en de rest leeft nog. Kom aan, gasten. Dun, dun, dun.
dun 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 dun